Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik moet er nog even praten, want ik ben in de badkamer. Maar ik heb een nieuwe video voor jullie. Pas hokjes op vlog, India's editie. Ik ben in de Mina Bazaar en laat ik maar meteen doorgaan naar de outfits. Oké, dit is de eerste jurk. Ik vind hem niet mooi. Hij is hier echt te groot. Maar die mevrouw die zei echt dat ik hem moest passen. Hij is hier oké. Hier te groot. De armen zijn te groot. Het is wel apart, maar niet mijn stijl. Oké, dit is jurk 2. Oh, hij is echt heel mooi. Heel lang en flowy. Dit is het patroontje op de dupatta. Kijk eens. Oh, prachtig. Oké, item nummer 3. Het is een soort van anarkali. Hij is €200. Maar ja, het is veel handwerk. Alles is met de hand gestitcht. Elke detail is wel heel mooi afgewerkt. Kijk, de dupatta is. De dupatta is ook super bewerkt. Dit is hoe die eruit ziet, van boven naar beneden. Je hebt ook een matchende broek erbij. Maar voor wat het waard is, vind ik het wel erg prijzig. Maar al met al is het wel echt een hele mooie werkelie. Alleen is het gewoon te simpel. Voor die prijs kan ik hele bewerkte dingen vinden. En dat is in mijn opinie te simpel voor wat ik ervoor krijg. Oké, we gaan nu het sari passen. Ze heeft me een blouseje gegeven om aan te doen. Kijk, ik heb een sari aan. Ze heeft hem me laten dragen. Super pretty. Zilver. En heel erg bewerkt. Oké, dit is de volgende sari. Hij is dus doorzichtig. Je kan hem niet perfect aan. Die broek is gewoon voor hem te passen. Maar dat is hoe hij eruit ziet. En dan van dichtbij heb je van die patroontjes. Oké, dat was het voor Mina Bazaar. Ik ben nu bij een sjalenwinkel. Deze is aan het kijken en matchen met mijn witte kortje die ik gekocht heb. Oké, ik weet niet of ik hier zou lopen. En op zoek naar de winkel waar mijn moeder me heeft gestuurd. Zij is daar met mijn tante geweest. Dus ik ben aan het kijken of ik die kan vinden. Oh, ik denk dat ik hem heb gevonden. Yes, het heet Ara. Het is hier. Oh, eindelijk. Oké, guys, tijdens editen zie ik dat ik niet heel veel heb kunnen zeggen. Maar deze winkel heb ik wel een aantal leuke kleertjes gevonden. Ik mocht hier niet echt filmen, dus de clips die jullie zien, zijn een klein beetje hier en daar. Ja, maar deze is wel heel leuk. Kijk. Met een dupatta. Als je in India naar de winkels gaat waar ze Indiase kleren verkopen, dan geef je een beetje aan wat je wil. En dan halen ze vanzelf allemaal kleren eruit. Onder andere alles wat ik past. Ik heb allemaal wel gepast. Maar die zaten niet echt goed. En hij gaf me echt hele losse dingen. De eerste paar waren wel heel leuk, maar deze zijn allemaal wat minder. Ik kan me nog dichtgemaakt worden, maar het is roze en blauw. Achteraf, als ik zo kijk, vind ik deze wel leuk. De bovenkant vooral, maar de onderkant was zo gekrenkt. Oké, guys, ik ben hier in Santa Cruz gaan shoppen. En ik ben hier in een winkel waar ze heel veel verschillende outfits hebben. Heel veel verschillende narkelies en alles hebben ze eigenlijk. Van saris, narkelies, wat simpele kleren. Dit is de eerste die ik aan heb. En dat is wel leuk. Ze hebben hem ook in het groen. Hij valt voor mij een beetje groot, eerlijk gezegd. Maar even kijken. En passen, dat laat ik natuurlijk ook wel weten. Maar het is een mooie roze kleur. Hele leuke details.
dat hoe het eruit ziet. Oké, dit is de volgende die ik aan heb. Het heeft een hele losse onderkant, wel roze. En een kruine bovenkant. Ik vind het erg leuk, alleen zijn de armen, zie je dat? Los. Dus ik zou dan vragen om dat wat strakker te maken voor mij. Maar dit is verder wel een hele leuke flowy anarkly jurkmodel. Nummer 3. Oké, ze bleef hier op aandringen. Ik sta al mee. Maar hij is veel te groot. Kijk, dus dan kunnen we sowieso hier maken het nemen zijn kleren in. Maar kijk, dat zou dus wel innemen. En misschien wel iets op andere mouwen laten zetten. Dan is dat de outfit. Alleen ik draag meestal deze kleur niet. Ik vind niet dat het heel erg mooi uitkomt. Dus ja, ik ga het even met de sjaal passen. Die heeft die jongen buiten. Maar ik denk niet dat dit er wordt. Oké, next dress. Dit is een donkergroen jurk met gouden details. Dat is heel lang. En ook heel wijd. Aan de andere kant heeft hij ook zoveel ruimte. Het is een leuk lukje om te dansen. Bij de mouwen is hij wijd. Zie je? Valt wijd. Ik heb mezelf niet helemaal dicht kunnen doen. Ik kom er zelf niet bij. Maar ja, dit is een jurk. Ik zoek persoonlijk wat meer verder in kleuren. Ik vind dat veel mooier bij mij staan. Het ziet veel beter uit dan deze donkere kleuren en deze modellen. Dat vind ik vroeger. Dit is niks moderns. Maar ja, het ging erom wat ik een beetje zou passen. Alleen ja, ben ik er niet heel weg van. Er is nog één die ik wil passen, dat is aan roze. Dus kijken hoe die staat. Oké, dat is dan met de dupatta. Kijk. En in principe is die wel leuk in zijn geheel met de dupatta. Not bad, at least. Alleen, ja, I don't know. Ik vind het heel erg een materiaal. Het is wel echt heel mooi. Alleen, ja, het materiaal vind ik niet zo. Het is van normale stof. Oké, dit is dus de koralen roze die ik waar ik net over had. Hij is redelijk lang als de arm maken die. Op camera is hij een tintje donkerder, dus ik kan het wat lichter maken. Misschien ietsje beter. Ik vind hem heel simpel. Het is een hele simpele anakeli. Hij is wel mooi, hij heeft wel wat. Maar ik bedoel, dit zou ik niet voor een nieuwe persie dragen. Daar vind ik hem te simpel voor. En de prijs is wel gelijk aan een anakeli die ik voor het huwelijk moet kunnen dragen. Want daar zit tussen de 100 en 150 euro in als ik goed heb. Dus ja. Even met de sjaal passen. Dus heb ik gewoon een sjaal. Kijk. Kijk, hier hebben we dus de koralen met de sjaal. Het is wel een redelijk mooie sjaal. Jullie is van achter. Oké, ik wou ook een paar simpele outfits passen. Dit is er één van. Rood met zwart. En dan zijn de mouwen zo. Ik zou in principe volgens mij wel een lange mouw kunnen laten maken of gaas kunnen laten zetten. En dan een beetje zwart op broek. En er komt ook een sjaal waar je twee kleuren heeft, als ik het goed heb. Hij past wel goed. Alleen in de enige van die ik weet vind. Ik vind dat ze net wat mooier hadden mogen graden. Wat mooier hadden mogen laten overlopen. Het is niet echt zo. Kom, hop. Dus ja. Ombre effect. I don't know, it's not bad. Prima, het past goed. Maar ik sta wel tegen, ik wil liever wat verder kleuren. Dus oranje en rood. Een beetje geel, oranje, roze, oranje, daar hou ik van. Het is nu toch iets donker. Ik heb dezelfde ook in het blauw, dus laten we die even passen. Oké, en dit is de blauwe. Ik vind het ook wel een mooie kleur.
Alleen ik vind de onderin nogmaals heel slecht gedaan. Zo hoort het, ik weet het. Maar ik zou het veel mooier vinden als de onderin gewoon mooi doorlopen en goed in elkaar overgaat. Ze hebben trouwens wel van die mooie bewerkingen aan de onderkant. En het loopt dan in die kleine soort van pijltjes door naar boven. Dat is wel heel mooi. Oké, eigenlijk weer een felle outfit. By the way, ik ga jullie iets wijzen. Please, ik ging helemaal stuk. Ik begreep niet wat er mis is met deze jurk. Maar hier zit de kap. Terwijl hier normaal hoort te zitten. Het is echt heel raar. Het is veel te groot. Het moet helemaal worden ingenomen. Maar als hij is ingenomen, is hij wel heel leuk. Het heeft van die bloemetjes op. Geel, met rood en groen. En gouden bewerkingen. Ja, en ik vind ze wel erg mooi. Ik weet niet wat jullie vinden. Komt er zo nog eens een bewerkte shell erbij. En ik kan altijd mouwen laten zien als ik het heb willen. Oké, kijk, dit is de shell ervan. Het is een gele, warme gele patte. Ik ga hem helemaal laten vermaken. De cups gaan eruit. Hij wordt van achter, zie je, op pinnetjes gezet. Strak gemaakt. En ja, dan is hij wel leuk. Ja, zo ziet hij er helemaal uit. Op camera ziet de broek er wel een beetje raar uit. Dus ik ga kijken of zij misschien een matchende broek hebben met deze sjaal. Maar dat betwijfel ik. Maar verder vind ik deze wel leuk. De prijs is ook echt top gewoon. Maar ik denk dat ik op de 40 euro zit voor deze hele set. Dus dat is prima. Zo, dat was de pas op Kiezersonblog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het zeker een duimpje omhoog. En na deze video komt nog een make-up look die ik in India heb opgenomen online. En dan zijn we helemaal klaar met alle video's van India. Geef een duimpje, subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tot dan, stay happy!